ja, we zijn weer terug waar ik gisteren gebleven ben eigenlijk, hè. Ja, ik heb de betonnen lataaien in de opening weten te werken. Ik heb ze uitgehaken, ik heb het dragende deel opgevangen. Dus ik kan weer verder. Ik ga dat gat van de deur eruit zagen vandaag, althans dat is het idee. Ik heb gisteravond nog boven op de kampeerplek de treden van de trap aangestort. Het was vrij laat, het was ook al donker voordat ik eigenlijk helemaal klaar was. Het laatste stukje met de lamp gedaan, maar temperaturen zijn vrij hoog. Dus net zoals ik zei, elke avond een klusje boven en de rest beneden. Dus dat tot zover. En dan gaan we gauw weer verder met het kantoor. Ik weet niet of jullie me horen, het waait nogal, maar weer een stukje verder, hè. Een heel stukje muur weggeslagen. En daarachter zie je natuurlijk nog het oude opstapje. En de vulbuis, hè, die loopt hier achter door de muur heen daar naar de opvang. Dat is de buis die het regenwater van oudsher naar de kelder toe bracht. Die buis die gebruikten wij al niet meer. We leggen daar zelf een nieuwe PVC-pijp voor. Want deze buis was lek. En de bak waar het in terecht kwam was lek. En, en hij zit vreselijk in de weg. Dus wij halen hem weg. Maar dat is toch een stukje nostalgie. Ik was net aan het hakken, maar hij is in ieder geval ook veel sterker dan ik op gerekend had. Dus ze waren nog niet zo stom toen hij uit.
gewoon massief vol met zand. En vuiligheid, alles van de, ja, de laatste 60 jaar, zeg maar, voor het gemak. Of 80 jaar, ja. Dus dat was niet zo vreemd, een goede beslissing om hem, ja, om hem te vervangen in ieder geval. Ja, vanaf de werkplaats, hè, vanaf de schuur. Zoals jullie zien, ja, loopt het zweet ondertussen wel door de beelden had. Ja, vanaf beneden, vanaf het slopen, de werkplaats in. Ik heb de stalen deur en het stalen kozijn hier naar boven gebracht. Dan kan ik lekker in de schaduw, in de wind aan de gang. Want nou ja, in de middag is het gewoon niet, nee, is het gewoon niet vol te houden in de zon. Dus dat gaan we ook zeker niet doen. Gelukkig hebben we nog zat andere klusjes. Eerst ja, het kozijn en de deur maar eens even lekker onder handen nemen. Schoonmaken, even goed schuren, goed ontroesten. En weer overnieuw in de verf zetten. Dus op zich nog een heel klusje. Ik had alvast een beginnetje gemaakt. Ik heb vast het oude beton eraf gebikt. Hij is gebruikt natuurlijk. Dus nou gaan we daarmee verder. En nou ik toch hier boven de schuur ben, wou ik jullie gelijk even wat leuks laten zien. Dit is de omvormen van onze zonnepanelen natuurlijk. En we hebben nu volop zon natuurlijk. En het leuke is, hij geeft nu aan, ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Even kijken. Ja, recht in het hoekje. Code 69, dat betekent dat, ja, dat de batterijen vol zijn en dat hij niet bijlaait. Omdat, ja, omdat ze vol zitten. Ondertussen zit Aline beneden op het kantoor te werken. Die heeft daar geen airco aan, maar wel de ventilators. En de wasmachine draait. En ik ben mijn gereedschap aan het oplaaien. Ja, ja, de koelkast, het internet, de waterpomp. Eigenlijk alles staat aan. Dus dat gaat best wel goed. Gisteravond hebben we natuurlijk even beton gedraaid. Tenminste heb ik beton gedraaid voor de trap. En ja, zoals ik al zei, toen was het eigenlijk al donker. Ik denk, nou, ik weet het niet. Vannacht best een warme nacht gehad. Dus de airco en de caravan wel de hele nacht aangehad. En vanmorgen toch nog de halve capaciteit van de batterijen. Ik weet, het systeem is nog nieuw. Dus ja, ik wil nog niet gelijk, niet gelijk te hard juichen. Maar vooralsnog ja, vind ik het geweldig. Het is gewoon ontzettend leuk dat je dit allemaal met je eigen opgewekte energie kunt doen. Zowel financieel als, nou ja, het is goed milieu. Dus, nee, dik tevreden mee. Dat wil ik toch even met jullie delen. Dan, nou ja, gaan we nu verder met de deur.
een hele goede morgen en welkom terug op de Vinca. We zijn al druk bezig, maar ik dacht, laat het toch even zien. We hebben ondertussen het gat in de deur hebben we breder gemaakt, want de deur die we natuurlijk hebben, die is breder. Dus het was best wel een klusje, maar het is gelukt. Dorpel hebben we er ondertussen ook uitgehaald. En een groot gedeelte van het puin hebben we dus hier neergelegd. We zaten best wel met een hoogteverschil, dus dat kunnen we weer mooi gebruiken. Wat we vandaag verder gaan doen, we gaan de vloer, de hoogte bepalen van de vloer in het toekomstige kantoor. Wat nu nog een stalletje is. En daar gaan we lekker mee verder. Nou, dit is een beetje het hoogste punt van de vloer, achterin. Dus daar zit nog best wel daar zit nog best wel een vorstelijk verschil in. Klopt ook wel, want we hebben natuurlijk die dorpel eruit gebroken, maar er zit om precies te zijn 27 centimeter verschil in. Dus we zullen het achterste stuk zullen we echt nog best wel een heel stukje uitbreken moeten. Het is niet erg, want er zitten ook holle stukken onder, dus hebben we dat ook gelijk aangepakt. Zo, nou, lang leven de moderne techniek. We hebben hier beneden hebben we de hoogte uitgezet van de vloer. Dus de deurhoogte, zeg maar, en vloerhoogte. De laser op hoogte gesteld. Nou kun je zien, ik weet niet of jullie het op de camera kunnen zien, maar hier loopt een vage rode lijn. En tot daaraan toe moet in ieder geval de vloer eruit, want alles daarboven is hoger. Dus een handig hulpmiddel. En nu met de verkeringsspuitbus spuit ik hem even over, dat ik weet tot hoever we kunnen gaan breken. En dan hebben we de vloerhoogte plus de nieuwe vloer. Hè. Dus dit is de minimale hoogte die ik moet hebben om nog een stevige betonvloer op te kunnen storten. En dan zitten we op de deurhoogte, dus inclusief een dorpeltje. Moet goed komen, dus we mogen weer gaan hakken. Tot daar en niet verder. Nou, in alle eil eigenlijk zwart mijn buis vergeten. Ja, niet zo mooi. Ik had hier alles wat ik eruit ga hakken had al naar beneden gewerkt om op te hogen. En toen bedacht ik me eigenlijk dat ik daar nog een pijp had liggen. Ter voorbereiding van deze gebouwtjes later. Deze gebouwtjes hier is de bedoeling dat een logeerkamer wordt. Hè? Studiootje met eigen sanitair ook. Veel later als de rest klaar is, maar ik heb wel toen gelijk vanaf septic tank die buis gelegd. Dan pakken we dat later wel op, maar we hadden nu besloten om dit gelijk al mee te veranderen, dat het een keer klaar was. Maar buis vergeten, dus hetgeen wat ik er neergekiept heb ik nu weer losgegraven. En zelfs nog iets dieper, dus ik leg die buis even hier naar de hoek, waar we straks naar binnen gaan. Het gebouw in en dan is dat allemaal voorbereid, anders kan ik straks de boel weer los gaan halen en dat zie ik niet zitten. Dus vandaar, klein beetje meer werk, maar dan is het maar weer goed.
zo een kleine update van de moestuin. Bij het oude huis hadden we natuurlijk ook al wat plantjes staan, zoals jullie gezien hebben. Dit is ondertussen de tomatenplant. Dus je kan wel zien, hij is lekker aan het groeien. En de praaien bestaan, nog een tomatenplant. En we zijn tot de conclusie gekomen dat planten in de zon niet goed willen. Dus we hebben onder de buitenkeuken nu een kweekgedeelte staan. En de plantjes beginnen allemaal uit te komen. En dat kunnen we later overpotten en in de moestuin en in grotere potten. En zo gaan we echt wel beginnen met zelfvoorzienend zijn met eten. Een hele goede morgen vanaf de Finca. Hè? Ja, een feestelijke dag vandaag, want Aline is 33 lentes jong geworden vandaag. Dus dat gaan we vanmiddag eens even uitgebreid vieren. We zijn van plan om eens even lekker naar de boulevard te gaan, een hapje te gaan eten. Misschien nog even op het terrasje. Maar we gaan er in ieder geval een mooie dag van maken, zodra we het filmpje klaar hebben en online hebben staan, zodat jullie kunnen meegenieten met ons. van Marcel heb ik echt een superleuk verjaardagscadeautje gehad. Twee fruitboompjes, de eerste fruitboompjes van ons. En limoen en een sinaasappel, echt superleuk, hartstikke leuke verrassing. De eerste fruitboompjes voor de Finca. Dus ja. We zullen er nog meer wel volgen, maar het begin is er. Ja, en verder eigenlijk best wel een beetje een rustige week, wil ik niet zeggen. Maar we hebben wel minder gedaan als normaal. En dat heeft eigenlijk te maken met de hittegolf. We zitten op het moment in de hittegolf die sowieso nog tot woensdag duurt. Volgens de geleerden is het de vroegste hittegolf in Spanje ooit. Ja. Geen idee of dat klopt, maar daar gaan we dan maar van uit. Maar het is 's middags echt pittig warm. Het is, temperaturen lopen op tot een graad of 40 in de zon. Dus dat is pittig heet. Zelfs nog hoger. Maar vandaar ons tempo een klein beetje aangepast. Want het is 's middags gewoon niet vol te houden buiten in de zon. En, daar doen we dan ook maar aan mee. Hè? Anders dan komt het ook niet goed. Dus vandaar wat minder activiteiten als normaal. Maar zodra de temperaturen weer iets gaan zakken, dan gaan we er weer vol gas tegenaan. Ja, en daarmee komen we ook aan het einde van deze video. We hopen toch, ondanks dat we niet zoveel gedaan hebben, dat je hem leuk vindt. En een duimpje omhoog wanneer je hem leuk vindt. Abonneer op ons kanaal en laat vooral reacties achter in het commentaar. We vinden het hartstikke leuk om te lezen, hartstikke leuk om te beantwoorden. En binnenkort zullen we ook een keer een vraag en antwoord filmpje maken. Ja, dus, dat is voor iedereen wel leuk. Ja, daar gaan we wat dieper in op de vragen. We beantwoorden natuurlijk sowieso altijd alle reacties onder het filmpje. Ja. Maar we dachten dat het binnenkort ook wel leuk was om dat een keer in een video te gaan behandelen en daar even wat dieper op in te kunnen gaan als alleen in een berichtje. Dus dat zit er nog aan te komen. En we zijn ook nog bezig om een keer een livestream te gaan doen. Maar zodra dat zover is, dan krijg je daar van tevoren wel een meldingje van. Ja, absoluut. Dat is voor ons ook nog nieuw en we weten ook totaal niet of de vraag er is. Dus vind je het leuk om een keer een livestream van ons te zien op YouTube? Zodat je gelijk live de interactie hebt en vragen kunt stellen en wij ze gelijk kunnen beantwoorden. Dan laat dat ook even weten in de reacties. Ja, dat is wel leuk. Dan is dat misschien wel leuk. Dan weten we ook of we het niet helemaal voor niks doen. Dus, voor deze week zit hij er weer op. Ja. En dan zou ik zeggen bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog. Tot de volgende keer.